Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de hashtag nieuwsgierige reeks. Vandaag gewoon weer een nieuwsgierige video. Nee, is niet waar. Vandaag weer een gierige video. Lekker. Ja, dat is nou tegenwoordig. Maakt ook niet uit. We maken gewoon laatst tijd weer heel veel giergastvideo's. En vandaag hebben we er weer een. We denken iets te gaan proberen, maar we hebben nog geen idee hoe. Ik stond vanochtend namelijk in de rij om een kaartje te betalen bij een parkeergarage. Die man voor mij kon zijn kaartje niet meer gebruiken, had nog wel zijn kaartje. Dus ergens was de fout dan bij de parkeergarage. Waardoor op een gegeven moment ik alleen nog maar een 3 euro teken zag die hij moest afrekenen. En toen mocht hij door. En hij zei nog tegen mij, volgens mij was het gewoon 20 euro. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en wat daar vanochtend gebeurd is, in dat bizarre situatie in de parkeergarage, gaan wij nu ook proberen. Ga gewoon kijken wat er dus gebeurt als je kaartje doet. En of je daar dus ja, je korting uit kan halen. Dit baanbrekende onderzoek gaat zojuist van start, Joost. Joost, we hebben hier één kaartje. Die moet ik heel goed bewaren. Heel goed bewaren. Maar dat je hem al weer weggooide. Wel beschadigen. Heel ik zou scherp. Denken om gewoon een beetje van die barcode zo weg te schrapen. Nou, parkeer de auto. Ja, hoor je nou net. En dan ben ik dit kaartje aan het saboteren zonder het echt kapot te maken. Ja, het moet natuurlijk niet lijken alsof we het opzettelijk hebben gedaan. Dit gaat het vooral nog wel doen. Het gaat je moet gewoon zorgen dat die. Dat is een kraslot. Ik weet niet wanneer die het wel en niet gaat doen. Het zou me verbazen als die het zou doen. Die gaat het niet meer doen, zeg jij? Nee, dit gaan we niet meer doen. Dan gaan we het hiermee proberen. Zullen we het eerst even testen voordat we naar buiten gaan? Zeker. Oké. Okay. Even testen. Ja, die pakt hij. Dus deze moet meer gesaboteerd worden. Dit is toch niet genoeg? Grap, moet je dat hele ding dan gewoon. What the fuck? Het moet er wel een beetje lijken alsof we normaal hebben gedaan. Dus wat is nu het plan? Nog meer beschadigen. De QR-code misschien. Oké. Okay. Hey, we zijn alleen nog onderzoek aan het doen, hè? Ja, nee, daarom. We zijn. Field research. Dit hoort gewoon. Dit doet het. Dit doet het. Yes. Genoeg is? Kaart omdraaien, alstublieft. Draai eens om. Ja. Dat wil ik best doen. Ja, top. Oké. Okay. Simpele truc is nu heel even. Want we moeten wachten. We willen gewoon parkeren. Het was een overwinning, maar we hebben nog niks gewonnen. Nee. Maar het is nu nog 2 euro, dus dat gaat nergens om. We moeten een paar uurtjes wachten tot de prijs omhoog gaat. En dan kijken voor hoeveel wij dit kaartje kunnen afrekenen. Wat zouden we in 2 uur kunnen doen? Ik weet al wat. We zijn nu letterlijk tijd aan het killen bij een pannenkoekenhuisje. Puur om de meter van onze auto op te laten lopen. Ja, auto. Ik heb helemaal geen honger. Dat is niet waar, ik heb honger. Maar als ik geen honger had gehad, hadden we hier nog steeds gezeten. Lekker, dankjewel. Teringleien. Fucking hond. Echt fucking leien. Lekker? Ja, lekker zeg. Heerlijk. Top, dankjewel. Nu wordt het echt spannend. We gaan nu kijken wat de intercom gaat zeggen als wij zeggen dat ons kaartje niet doet. Hoe lang zijn we nu later? 2 uurtjes. 2 uurtjes. Kijken hoeveel het dan is. Dan is dat. Holy shit, het is hier 80 uur. 16 euro in totaal. Huh. Oh, doen we dat dan? Ja? Oh, oké. Ik moet heel erg. Ja. Het kaartje pakt hij niet. Het kaartje pakt hij niet. Ik krijg kaart draaien alsjeblieft. Ja, het met mijn portemonnee gezeten is ook wel een beetje. Ja. Nee. Geen iPhone. Het duurt nou heel lang dit man. Kun je even een QR-code spelen? Goedemiddag, we hebben een probleempje. Hij pakt de kaart niet. Als ik mijn kaart. Hij is ook wel een beetje. Ja. Als ik hem erin doe, dan staat er kaart draaien AUB, maar dat kan niet. Want aan de andere kant, ja, ik doe het nu. Moet je betalen met Apple Pay? Nee, lukt niet. Wat is het bedrag wat je moet betalen? Ja, dat geeft hij dus nergens aan. Oké, heb je geprobeerd het ticket 180 graden te draaien?
180. Ja, we hebben echt alles geprobeerd. 180 is zo. De inrijdtijd wat op het ticket staat? 3 uur. 3 uur? Oké, meneer, wat is uw naam? Dan noteer ik die. Mag u naar de uitrit? Belt u daar even opnieuw aan, dus mijn collega's en ik voor u open. Oké, mijn naam is Martijn. Martijn. Super, mag u naar de uitrit? Oké, super. Dankjewel. Ja hoor. Wat dan? Wat heb ik geluk gehad? Zo, kom gaan. Rennen. Hij vroeg aan Martijn het kaartje. Ja, van laat even zien dan. En dan Martijn had natuurlijk doorgegeven van... Ik heb een verkeerde tijd. De tijd was 3 uur. En hij ziet het kaartje dat het natuurlijk veel eerder was. Ja. Zeg, die hebt mazzel. Die hebt mazzel. En liep hij een beetje dreigend weg. Maar goed, misschien loopt hij nu naar die andere guy toe of zo en zegt hij iets. Ik ben heel benieuwd of hij nu zo meteen die slagboom voor je open gaat gooien. Ik denk niet dat gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Maar die guy die keek echt heel intimiderend. Ja, maar echt. Maar wie kan ik nu bellen dan? Nee, je moest je naam doorgeven bij dat bij het intercommetje hierboven. En dan ben ik heel benieuwd of die hem open doet voor je. Of dat er een bedrag komt, want je kan hier ook nog betalen. Hè? Martijn. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. Goedemiddag, Clubhaak. Ja, goedendag. Ik moest mijn naam roepen. Ik heb met een collega gesproken. Mijn kaartje deed het niet. Okay. Martijn heet Mag ik. Wat wil je naam hebben? Martijn. Ja, ik zie hem terugkomen. Gaat hij voor mij open? Oké. Okay. Hele fijne dag nog. Dankjewel. Wat? Dus stop. Dus als jij je kaartje saboteert dat hij het niet meer doet, dan, en je liegt een beetje over de tijd, dan doet de intercom het voor jou gewoon open, dan hoef je niks te betalen. Alleen je moet wel even oppassen voor de guy die dan achter de desk zit, dat die je niet extra komt controleren. Dat is kinda risky. Maar voor de rest... Werkt dit? Dit is gewoon gratis parkeren. Dit is gewoon kaart. Dit is gewoon... Anders is het 8 euro per uur. Gaf. Dit is... Lekker. Ik wist niet dat het zo zou werken. Ik dacht, we gaan het even proberen, we komen nu tegen allemaal dingen aan en dan gaan we kijken of we daar iets mee kunnen doen. Maar dit is gewoon je kaartje gewoon kapot maken. Oh, hij doet het niet. Oh, is goed, rij maar door, geef je naam door en dan doen we het bordje voor je open. Ja, dit is toch top. Vond jij dit nou ook een goed item? Laat het weten, volgende week zijn we gewoon weer terug. Later!